En nu de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 13 augustus. Tijdens de avond en nacht blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel, mogelijk mist. Morgen, vooral in de middag en begin van de avond, lokaal enkele buien en overwegend in het westen enkele geïsoleerde onweersbuien. In Koroni en Sipaliwini zijn er respectievelijk perioden die tijdelijk bewolkt zijn met buien en perioden met onweersbuien, soms gepaardgaande met windstoten. In de overige districten kunnen er af en toe buien voorkomen, maar het kan ook een lange tijd droog zijn. De maximale temperatuur is 34 graden Celsius en de minimale temperatuur is 21 graden. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 13 augustus een matige onweersbui mogelijk is in het westen. De gevoelstemperatuur kan overal hoger liggen dan de verwachte maximale temperatuur.